Natalie Wood, geboren als Nathalie Sagarenko in 1938 in San Francisco, groeide op in een gezin dat zijn roots had in Oekraïne. Haar ouders, Nikolai en Maria, waren naar Amerika geëmigreerd op zoek naar een beter leven. Op vijfjarige leeftijd werd Natalie ontdekt voor de camera, waarmee haar carrière in de filmwereld begon. Hoewel haar doorbraak even op zich liet wachten, was het slechts een kwestie van tijd voordat ze de rol kreeg die haar naar de sterren zou leiden. Natalie's angst voor water, Diep geworteld door de verhalen van haar moeder over duistere wateren, was een constante metgezel in haar leven. Deze angst werd bijna haar fataal tijdens de opnames van verschillende films, waarbij ze bijna verdronk in een rivier en later bijna in zee werd geduwd tijdens een scène. Het trauma van deze ervaringen bleef bij haar, getuigen de littekens die ze probeerde te verbergen met brede armbanden. Ondanks haar succes op het witte doek, werd Nathalie's leven overschaduwd door tragedie. Haar plotselinge dood in 1981, slechts 43 jaar oud, blijft een raadsel dat tot op de dag van vandaag onopgelost is. De omstandigheden rond haar overlijden tijdens een zeiltocht met haar man Robert Wagner en acteur Christopher Walken zijn gehuld in mysterie en speculatie. Hoewel de oorspronkelijke verklaring van een ongeval leek te volstaan, werden twijfels opgeroepen door latere onthullingen, met name door de woorden van kapitein Dennis Davern. Zijn beweringen, zoals beschreven in zijn boek Goodbye Nathalie, Goodbye Splendour suggereerde dat er meer aan de hand was dan aanvankelijk werd aangenomen. Ruzie tussen Nathalie en Robert op de fatale avond wierp een nieuw licht op de zaak, en Robert werd later zelfs als verdachte beschouwd. Het mysterie rond Nathalie's dood heeft de verbeelding van velen gevangen gehouden. Speculaties over wat er echt gebeurd zou kunnen zijn, variëren van jaloezie en conflicten aan boord tot meer duistere omstandigheden. Ondanks herhaalde onderzoeken en speciale uitzendingen die de zaak opnieuw onder de aandacht brengen, blijft de waarheid verborgen achter de golven van de Stille Oceaan, waar Nathalie's leven uiteindelijk een tragisch einde vond.